Pieter. Jasper van Heertem, gefeliciteerd. 2-1, periodetitel. Matchwinner. Yes. Zesde doelpunt. Ja, zesde doelpunt alweer. Ja, gelukkig een belangrijke. Dat is, vlak voor tijd. Ja, dan die tellen het zwaarst, die doelpunten. Gefeliciteerd, Ted. Dank je wel. Met de periodetitel, wat doet het jou? Nou ja, het is gewoon, je weet gewoon van tevoren dat we dat hem binnen kunnen halen. En dan moeten we hem ook binnenhalen. We hadden het in eigen hand en hebben we geluk gedaan. En wat ik zeg, het is even, het geeft even een boost. Maar ja, ook niet heel veel meer, want als je kijkt om je heen, dan zit er bar weinig. Ja, maar dat is het hele seizoen al zo. Dat is het hele seizoen zo, maar ja. Dan, maar dat is wel raar om daar dan een beetje te staan juichen, bedoel je? Ja, precies. Qua entourage en zo is het natuurlijk heel anders dan de periodetitel vorig jaar. Jullie winnen met 2-1 hier in Velsen van Telstar. Periodetitel binnen. Wat doet dat, de Graafschap, de spelersgroep? Ja, ik denk natuurlijk goed naar deze roerige week wel. Ik denk dat we wel als team de knop direct hadden omgezet om deze prijs toch te gaan winnen. Maar het is wel een tussendoel. En het grote doel is pas aan het einde van het seizoen. En daar gaan we voor. Maar je zegt ook in je antwoord, ik begrijp de supporters ook wel een beetje. Ja, tuurlijk. Het is een gevoelige transfer. En dan begrijp je ergens de emoties van de supporters ook wel. En zo zijn ze dan gewoon ook van de Graafschap. Ja. Nou ja, dat klopt. En wat ik zeg, verder ga ik ook niet te veel op in. En wil ik het ook gewoon bij de wedstrijd houden. Maar jullie als spelersgroep hebben duidelijk gezegd, we gaan met Ralf Zeuntjes gewoon naar promotie toe. Ja, duidelijk. Ja, dat zit allemaal gewoon goed. Ja, nee, wat ik zeg, we kennen Ralf en weten dat het een echte winnaar is. En dan kunnen we dat goed gebruiken de laatste wedstrijd. Maakt het jullie extra scherp? Nou, ik denk niet extra scherp, maar je weet wel natuurlijk dat er wat extra druk op staat dat deze week wat rumoerig was. Nou ja, wat ik zeg, enige juiste antwoord is dan winnen. Ja, tot slot, jullie verwijten hem niets als spelersgroep? Nou ja, tenslotte, ik ga er verder niet veel op en ik denk dat we, wat ik gezegd heb, we hebben het over gesproken en we hebben dit besluit genomen en daar staan we nog steeds achter. En gaan we dit seizoen knallen en op naar onze doelstelling te behalen.